Goedendag, welkom bij Weltschmerz. Mijn naam is Jos van Houts en ik heb de, dit keer de eer uh, een gesprek te mogen voeren met Richard van der Linden. Richard, welkom bij Weltschmerz. Dankjewel. Uh, jij zit hier omdat je initiatiefnemer bent van een uh, nieuw op te richten bank, de Deposito Bank. Uh, ja, we hebben er een aantal uh, nieuwe de afgelopen jaren bij gehad. De KNAP ja. uh, en net is een nieuwe betaaldienst uh, gestart, BUNK geloof Buk, ik. Inderdaad. Ja, ja. Uh, Even het waarom van de depositobank um, nou ja het, het waarom is um, omdat er eigenlijk maar één type bank nog steeds is en dat is de, de fractional reserve bank uh, en, en en dat is een bank die uh, naast het feit dat ze spaargeld innemen en voor je bewaren ook heel veel leningen verstrekken uh, en daar zit een risico aan verbonden en wij hebben het idee dat het uh, niet helemaal rechtvaardig is op het moment dat dat het enige type bank is waar je zou kunnen bankieren dus zijn we daar eigenlijk een nieuwsmaak. Ja, ja, maar dat is iets wat heel veel mensen niet weten. Dus bij een, bij een normale bank leg je je spaargeld in, ja. maar dat ligt daar niet veilig. Klopt, ja. Want wat doen banken daar dan mee? Nou ja, je zou er zelfs een theatershow van kunnen maken. Maar <laughs> ja, nee, banken die, uh, die geven eigenlijk claims uit op dat geld. Um, dus uh, wat wij zien als geld, hè, we kijken op onze bankrekening, zien daar een bepaald saldo staan. Dat is eigenlijk een, een tegoed dat wij hebben. Uh, en daarmee zou je dus geld kunnen claimen uh, bij de bank, maar dat is in een verhouding die niet één staat tot één staat. Dus je moet het zo voor je zien, als iedereen tegelijkertijd dat geld zou claimen bij de, de bankrun, bank. Bank dan, dan is het er niet. Omdat er meer claims, we maken wel eens de vergelijking bijvoorbeeld met een, een fietsenstalling. Uh, stel je brengt jouw fiets daar, je krijgt een bonnetje en uh, daar met die bon kun jij dus je fiets ophalen. Uh, als je dat bijna nooit doet, dan kan op een gegeven moment die fietsenstalling denken, nou we geven meer bonnetjes uit voor aan, dan het aantal fietsen dat wij hebben. Uh, zolang niet iedereen tegelijkertijd die fiets komt halen en voor het gemak bedenken we even een wereld waar alle fietsen hetzelfde zijn. Um, ja, dan, dan zou dat prima kunnen gaan. Dan zou je laten zeggen met 10 fietsen 100 mensen misschien uh, wel okay. kunnen bedienen. Ja, zo is de bankensector uh, gegroeid in deze manier van Klot, geld ja. maken uit geld. Klopt. Dus uit... en, en, en daar zitten risico's aan. Hè? Want al die leningen die worden verstrekt, die, die, die claims komen voort uit uh, leningen die zijn verstrekt. Dat is de geldcreatie. Ja, dat, dat kan op een gegeven moment, uh, kan er een situatie ontstaan. Dat die niet worden terugbetaald, dat er een probleem komt dat die bank failliet gaat in het ergste geval. En ja, dan zou je dus niet allemaal je geld, niet allemaal beschikking kunnen krijgen tot je geld. En... Dan even terug naar de depositobank. Waarin wordt ja. de depositobank dan anders? Nou, dit is wat ze dan noemen een full reserve bank. Uh, dus dat is niet een inrichting van het hele systeem. Dat we zeggen alle banken moeten dit gaan doen. Maar wij zeggen, nou als wij één bank neerzetten die wel één op één spaargeld dat je inlegt uh, ook aanhoudt. En dat aanhouden, dat gebeurt standaard bij de centrale bank. Dan kun je dus, ook al staat de hele wereld in brand, nog steeds uh, uh, aanspraak maken op het geld dat je daar hebt neergelegd. Dus de depositobank wordt meer een spaarvarken? Zo zou je het kunnen noemen. Maar als je daar een pasje voor uitgeeft, kun je daar ook prima gewoon uh, als betaalrekening mee uh, uh, aan de slag. Oké. Okay. Dus het is een digitale sok, wordt het wel eens genoemd. Hè? Een oude sok waar je je geld in legt, waarvan je weet het ligt er altijd. Um, maar bij een sok, ja, dan moet je naar huis om het, om het eruit te halen. Giraal geld is eigenlijk uh, een geweldige uitvinding mits je het niet gaat misbruiken door, laten we zeggen, een veelvoud uit te geven uh, van de spaargelden die er zijn, maar een ja digitale sok waar je heel makkelijk dus uh, je geld uit kunt halen en weer in kunt stoppen door middel van. Gewoon ja, wat is dan het grote voordeel voor? Stel ik wil klant worden bij de depositobank. Wat is dan mijn ja, voordeel? Het voordeel is dat uh, er geen kredietrisico bestaat. Het is niet dat door het handelen van de bank op een gegeven moment jouw geld weg kan zijn. Dus je weet zeker dat op het moment dat jij het weer wilt ophalen dat het er is. En dat maar heb je bij een we andere hebben in Nederland een, een bescherming tot een ton. Dat heet het depositogarantiestelsel. Ja. Ik ben toch redelijk ook beschermd bij die andere banken? We hebben inderdaad een depositogarantiestelsel. Maar uh, wat steeds meer economen ook schrijven in hun stukken... is, is dat dat eigenlijk een wasse neus is. En daarmee wil ik niet mensen uh, bang maken of oproepen om het geld weg te halen. Maar uh, je hebt drie grootbanken in Nederland. Die hebben bij elkaar 95% van de markt. Uh, depositogarantiestelsel. Uh, stelt dat op het moment dat één van de banken om zou vallen, de andere banken, de deposanten van die omgevallen bank, moeten vergoeden. Dus stel jij bankiert bij ING, ik weet niet of je dat doet, ik vermoed van niet, maar uh, ING gaat failliet. Uh, jij hebt daar 100.000 euro spaargeld staan, dan moeten de Rabobank en de ABN moeten jou uh, uiteindelijk weer uh, uh, aanvullen tot 100.000 euro. Oh, Oké, okay. dat is nou, ook weer een misverstand dat leeft bij mensen, want ja. heel veel mensen denken dat de staat het depositogarantiestelsel dat die daar... Uh, nee, nee. Die heeft wel de wet, de wet daarop waarschijnlijk ontworpen. De wet maar de ontworpen. andere banken moeten dat dan dokken. Klopt, ja. En uh, dat moeten ze doen op het moment dat dus een van hun uh, uh, branchegenoten uh, in de problemen zou komen. Een partij waar ze waarschijnlijk ook bepaalde connecties mee hebben. Want alle banken lenen aan elkaar geld uit. Ja. Dus dat, dat fractional reserve banking waar we het net over hadden, dat, dat impliceert dat banken ook aan elkaar uitlenen. Want er zijn iedere dag geldstromen die zorgen voor schommelingen. In de reserve standen de ene dag heeft die te veel reserves en de andere te weinig lenen dan ook uit. Andere dag is het weer de andere kant op, dus zo zie je dat er heel veel verwevenheid is. En in 2007-2008 ging dat mis, want toen ja, kwam er wantrouwen onderling. Ja, dus wilden dan, ze opeens niet meer uitlenen aan elkaar. Nee, als je niet weet hoe gezond de ander is, dan, dan ga je het geld niet uitlenen. En dat is een, een, een credit crunch die op een gegeven moment ontstaan, waardoor heel veel partijen in de problemen kunnen ja. komen. En ja, dat, dat is iets uh, wat je ook kunt voorstellen op dat ing het voorbeeld wat we net gaven. Uh, failliet zou gaan, ja, dan zullen Rabo en ABN daar ook een behoorlijke afschrijving op moeten doen op de tegoeden de, de die ze nog hebben uh, uit die kant. En dan tegelijkertijd moeten ze ook nog de deposanten van ING moeten ze gaan vergoeden. Dus ontstaat een situatie dat die andere partijen van twee kanten worden geraakt, waarbij de kans groot is dat ze dat ook niet gaan redden. En zo krijg je dat domino-effect uh, dat de een de ander mee omtrekt. Klopt. Ja. 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 En... Oké. Okay. Nou, de, 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 het gewone banksysteem. Uh, heeft een risico in zich en daarom zijn de meesten dan too big, too veel, omdat ze ook een nutsfunctie hebben. Z ja. Het betalingsverkeer. Ja. Gaat de depositobank daar ook dan vol in mee? Kan, kan je, is, wordt het een volledige betaaldienstbank? Ja, nou ja goed, de, 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 volledig moet je natuurlijk definiëren als van alles wat je maar kunt bedenken. Uh, maar dus in die zin niet volledig. Het is niet dat wij bijvoorbeeld met met, met checks gaan werken of, of dat soort zaken die, die eigenlijk steeds meer uitgefaseerd raken, maar alle reguliere betaaldiensten, dus dus uh, betalingsverkeer zoals je dat normaal gesproken uh, hebt tussen mensen die onderling overboeken, betalingen die je doet in winkels, uh, zelfs opname van geld, uh, weliswaar dan met een derde partij die dan die automaat beheert, hè, die daar exploitant van is, die, uh, die zouden wij ook gaan aanbieden. En dat is precies het punt ook, wij zouden uh, de betaalfunctie en de kredietfunctie die een bank nu heeft op gaan knippen. Wij zouden alleen maar dat betaalstuk doen en niet die kredietfunctie. En, Belangrijk is, wij zijn niet tegen kredietverlening. Het is niet dat wij zeggen, nou er mogen geen leningen worden verstrekt. Het zijn allebei essentiële uh, functies binnen de economie. Alleen, um, dat is hetzelfde als een codecentrale en, en een basisschool. Die zijn allebei belangrijk, hè, zoals we het nu alles mm -hmm. hebben georganiseerd, maar die ga je niet bij elkaar uh, zetten. Je gaat niet de codecentrale op het schoolplein van die basisschool neerzetten. En dat is een beetje een vergelijking van hoe wij zien dat een betaalfunctie en een kredietfunctie bij elkaar onder één dak, wat niet noodzakelijk is, ja, een onnodig risico eigenlijk veroorzaakt knip je die los, dan zouden die kredietverleners, als ze fouten ja. maken, gewoon om kunnen vallen en dan zou het betalingsverkeer gewoon door kunnen gaan. Dus ja, dat is wat er ja. nu misgaat en wat ja. er in 2008 misging. Ja. Dat de regering dacht, ja we kunnen de bank niet om laten vallen, want dan verloopt de hele economie vast. Ja, want ja, dan interest. valt ook die betaaldienstfunctie Klopt. stil. Ja. Dus daarmee hebben de banken eigenlijk een soort uh, ja, chantage middel in handen. Mm -hmm. En daarmee kunnen ze lekker veel risico's aangaan. Omdat ze denken, nou ja, de overheid uh, kan het zich niet permitteren om ons om te laten vallen. Ja ja, nou ja dat, dat is iets dat uh, uh, je eens terug ziet komen in in bepaalde uh, ratio's. Hè? Dus hoe, hoeveel ja. keer wordt er geld uitgelend ten opzichte van het eigen vermogen? Ja, dat, is, dat is totaal uit de hand gelopen. Ja, nou ja, dat zie je nu met 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 de prospectus van ABN Amro. Weliswaar dan door door wat accountingregels uh, um, waarbij ze wat off balance sheet zaken uh, niet mochten meetellen, of juist wel uh, uh, is die leverage bij ABN Amro ontzettend hoog. Hè? Dus de aantal maal uh, uh, dat ze ten opzichte van hun eigen vermogen uh, ja. risico lopen. Um, ja, om dat een beetje eenvoudig uit te leggen. Uh, eigenlijk mogen ze, uh, als, zoals zeg ik als leek het dan, uh, als ze 3 euro spaargeld binnen hebben, mogen ze bijna 97 euro nieuw geld erop uitlenen. Uh, ja, ja je, mag, je mag, in principe mag je in die verhouding, mag je, uh, leningen mag je verstrekken. En, ja. Ja, en dan moet je dus kijken naar wat, wat is jouw eigen vermogen. Maar dat is een heel vreemd beeld. Want dat is een, een klein uh, voetje. Ik noem dat een omgekeerde piramide. Ja. Op 3 euro wordt dan 97 euro ja. aan nieuw geld uh, geschapen eigenlijk. Ja. En dat is een heel wankel ja. model. Klopt. Enorm risicovol. dus ja. Dan zeggen banken altijd ja maar wij zijn geen gewoon bedrijf. Dus uh, bij ons kan dat wel. Nou ja je, je hebt twee zaken. Je hebt de liquiditeit en je hebt dan de, de solvabiliteit. ja en, de ene is korte termijn. Anders lange termijn. Ja, dus als iedereen uh, op dezelfde dag, laten we zeggen 10% van de mensen wil op dezelfde dag al het geld pinnen. Uh, of laten we zeggen 10% van het vermogen van wat de bank aan, aan te goede uit heeft staan uh, van klanten. Dan uh, ontstaat er een probleem, liquiditeitsprobleem. Dan is er ja. niet voldoende geld in kas om al die mensen dat mee te geven. Dan zou de bank zou, uh, obligaties kunnen verkopen, ze zouden hypotheken kunnen doorverkopen, ze zouden een aantal zaken kunnen doen om het om te zetten naar contanten, het liquideren van mm -hmm. bepaalde bezittingen. En dan kunnen ze alsnog dat geld meegeven. Maar... Ja, als je dat in grote mate doet, op een gegeven moment alles omzet naar, naar, naar liquide middelen, dan zie je dus van oké, okay, hoeveel eigen vermogen is er eigenlijk, hoeveel uh, uh, staat er op de balans nog, uiteindelijk om iedereen alles mee te geven. En dat stukje, dat is uiteindelijk dan uh, uh, de solvabiliteit. In hoeverre ben je in staat om op lange termijn inderdaad iedereen terug te geven waar die, uh, waar die recht op heeft. En bij de depositobank nog op te richten. Uh, mm -hmm. Nou, wij hopen in de toekomst, daar is dit risico niet. Nee, omdat wij helemaal niets doen met dat geld. Hè? Een bank die gaat normaal leningen verstrekken of, of, of uh, obligaties kopen. Dat soort zaken om rendement te behalen. Uh, van dat rendement mm -hmm. worden de kosten betaald. Aan de andere kant worden uh, rekeninghouders worden vergoed voor het risico dat ze nemen. Ze krijgen mm -hmm. een stukje rente. Uh, wij doen dat helemaal niet. Dus daarmee is de solvabiliteit en de liquiditeit is altijd uh, maximaal. Dus 100%. Dus al het geld en, van klanten staat eigenlijk in een aparte Maar wat, wat wordt dan jullie uh, verdienmodel? Nou, wij zijn een, uh, een bedrijf zonder winstoogmerk. Dus wij zijn een stichting okay, ja. en we uh, zijn een bank aan het oprichten. Wij zouden 100% eigenaar worden van uh, die bank. Die wel een BV is. Um, maar omdat we stichting zijn, kunnen we zelf nooit die winsten uitkeren aan onszelf. Tuurlijk kun je uh, hoge salarissen kun je bieden, alleen vergeven uh, aan je aan je bestuurders. Maar dat is iets wat we in statuten hebben vastgelegd en waar we ja, zelf... Precies bij een stichting afgelegd. moet je altijd zeggen van waar, uh, waar dient waar de stichting er toe, waar ja. gaat geld naartoe. Ja. En hoe heet de stichting? Stichting Full Reserve. Stichting heet Full Reserve. Ja. En wat, de, wat staat er bovenaan in de statuten? Uh, nou ja, het oprichten van een bank waar mensen zonder kredietrisico en zonder tussenkomst van een uh, commerciële partij uh, geld kunnen aanhouden en deel kunnen nemen aan betalingsverkeer, aan de economie. Okay. We zien het echt als een, als een basisrecht om gewoon, dat wij gewoon de, de lucht kunnen ademen, dat je ook gewoon uh, mee moet kunnen doen aan de economie zonder dat daar een commerciële partij tussen hoeft te zitten. Ja. En zonder dat hij ook risico neemt. En, en wat is jouw eigen persoonlijke drijfveer om dit te gaan doen? Ben je ooit vreselijk op je, op je gezicht gegaan bij een bank? Of nee, nee, dat door niet het fractional zeer. reserve systeem alles kwijtgeraakt? Nou, zit... Nee ja, de, de, de bevlogenheid is eigenlijk ontstaan door, hey, je, je, je komt in discussies, kom je terecht en dan hebben het echt over 2007, 2008. Mm -hmm. Uh, ik ik, ik zelf heb zelf ook finance uh, gestudeerd. Dus dan kom je ook in een omgeving waar mensen zich bezighouden met ontwikkelingen in de economie. Maar met name ook de financiële sector. En dan ja, krijg je het gevoel dat je het niet helemaal begrijpt. En, en waar ik, heb je dat gestudeerd? Het Nijrode heb ik dat. Nijrode. Dat ja. is wel de bolwerk van de oude wereld, zou ik maar zeggen. Ja, tenminste ja, zo zou je het kunnen zien. Inderdaad. Tenminste, het is, het is uh, een private universiteit. Dus het is niet wel waar je uh, vroeger in ieder geval met, met, met centjes uh, uh, aan moest komen. Maar er komen meestal niet de nieuwste ideeën vandaan. Nee, ja, nou, ik moet zeggen dat op zich is het wel een heel mooi instituut. Als je uh, jezelf wil ontwikkelen, dan is het een plek waar je in bepaalde richting zeker uh, ontwikkeling kan krijgen. Maar uh, ja, het is voor mij vooral een goede plek geweest om zeggen, de basiskennis uh, ja. te garen van het systeem. Hoe het nu werkt. En dan kun je wel zeggen, nou, sommige dingen die worden uitgelegd op een manier zoals ze in de praktijk niet gaan. Uh, maar op een of andere manier ja, heb ik er toch een, een visie door kunnen ontwikkelen waardoor ik nu, ook buiten de mainstream in ieder geval wel serieus wordt genomen. Met dan de, even terug naar je persoonlijke ja. drijfveer. Wat is, wat, is wat is nou je motivatie? Nou, ja, dat, is, dat, is, dat is vooral het gevoel dat, ik nu, uh, um, of het gevoel dat ik nu heb. Is dat het systeem uh, niet goed werkt. Dat we eigenlijk in, in, in een herhaling van zetten terecht zijn gekomen. Wat in 2008 voor problemen zorgde. Uh, dat, dat kan nu weer gebeuren. Omdat de, de, de weefouten niet uit het systeem zijn. En destijds uh, verdiepte ik me erin wat dan precies die weefouten zijn. Dus de hmm. onderlinge verwevenheid, uh, lage buffers. En ja, je gaat daar door en door om uiteindelijk te begrijpen hoe het werkt, en dan kom je. Dat is dan, laten we zeggen, mijn uh, toevoeging Maar dat is, nog, aan het dat is een beetje pragmatisch. Zit er ook nog een mo morele kant aan bij je dat je denkt? Ja, nee, ik had echt de dit, dit. Dit wereld, dit moet eerlijker of beter. Of? Ja, nee, het klopt niet, want wij worden nu als belastingbetaler uh, uiteindelijk uh, uh, wordt, wordt er op ons wordt er iets verhaald op het moment dat het systeem fout gaat. Dus dan kom je weer tot dat, uh, uh, ja, de, de privatiseren van winsten. Uh, collectiviseren van de uh, uh, van de verliezen, van de verliezen ja. inderdaad ja. en dat dat is het stuk onrecht dat ik voel eh, waardoor het me ook zo bezighoudt van hoe je kunt er tegenaan trappen en zeggen het is niet goed het moet anders alleen ja ik, ik kom dan op het punt dat ik denk van oké okay, wat zou je er anders aan kunnen maken en toen is op een gegeven moment dat idee geboren en dat is echt al twee jaar geleden van laten zeggen, een digitale kluis je zou het gewoon erin moeten kunnen leggen mm -hmm. en wat wat is een digitale kluis meer dan een computer waar je nummers hè, dus saldi een naam onthoudt je moet de poorten naartoe en de poort eruit moet je hebben maar dat is ongeveer wat het is en Natuurlijk is het in de praktijk veel complexer. Maar zo ben ik eigenlijk begonnen. En ben ik gewoon langzaam gaan puzzelen. En, en je werpt het op als een soort hypothese. En op een gegeven moment dacht ik: van nou, dit zou kunnen werken. En toen heb ik het met experts, economen, bankiers, politici besproken. En toen ontstond wel echt het idee van dit zou kunnen werken. En toen dacht ik: van ik ben nu in de situatie dat ik het zou kunnen neerzetten. Hoe belangrijk vind ik dit? Hoe groot is de kans van slagen? Nou ja, goed, dat laatste, daar kunnen we het daar nog over hebben. Dat, dat is iets, je neemt een risico. Maar ik heb wel het gevoel: als dit zou slagen. Dat dit voor een groot deel uh, zou kunnen bijdragen aan uiteindelijk een, een, laten we zeggen, een, een, een tegenbeweging binnen de huidige economie. om de kans op nieuwe crisis uh, te gaan dempen. Ik zeg ja. niet dat dit het. Vindt het, de Nederlandse Bank dat ook? Um, <laughs> nou ja, die die bereikt het echt puur vanuit: is er wetgeving die het mogelijk maakt? Dus die spreken zich niet uit over uh, wel of niet wenselijk. En, uh, nee, maar goed. Ja. Uh, zijn er beren op de weg uh, vanuit de kant van de Nederlandse Bank? Ja. Ja. Ja, het, is, het, is, het is iets uh, uh, dat ja, onvoorziene omstandigheden kan creëren. Namelijk dat op het moment dat ze hier ruimte geven voor iets waar de wet niet uh, specifiek op ingericht is, dat, dat daar zaken uit kunnen voortkomen die ze nu niet kunnen overzien. Het is, uh... Heb je het gevoel dat daar ook de, een soort tegenmacht? Ik heb zelf wel eens het idee dat de Nederlandse bank er niet meer is om ons als bankklanten te, te behoeden voor de vuige plannen van de bankiers, maar dat ze er gewoon een lobbyclub zijn geworden voor, uh, voor de banken. Dus voel je een soort tegenwerking vanuit die, die, die oude wereld? Van nou... De... Um, nou, het, het zijn twee dingen. Ja, ik voel een tegenwerking. Maar uh, ik denk niet uh, dat dat is om, om uh, het gevoel wat jij daarbij hebt. Oké. Okay. Uh, dat, dat, ja, ik, ik heb juist het idee dat ze um, de verkeerde incentives hebben. Dus ze worden inderdaad afgerekend op nu op de stabiliteit in de sector. En zij kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat we... Uh, ja, geen blauwtje lopen. Dat, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet weer een tik op de vingers krijgen. Want DNB is natuurlijk behoorlijk afgeslaagd ja, na uh, DSB zeggen. de Bakel, uh, ABN AMRO. Dus ja, die proberen nu eigenlijk gewoon zo risicoloos mogelijk probeert door het leven te gaan. Het is een beetje als... Maar ze zien jou als potentieel uh, disruptive. Iedere partij die een bank wil oprichten zien ze als potentieel disruptive. De, de wereld is, is overzichtelijker. Op het moment dat je gewoon een speelgoed hebt met maar een paar spelers. Ja. Um, er is gewoon geen incentive voor DNB om de markt diverser te maken. En uh, ik heb de laatste... Terwijl ze daar toch wel hoog over opgeven dat het belangrijk is dat er concurrentie is tussen banken. En dat, ze, uh, dat de klanten keuzemogelijkheden hebben. Ja, ik zou hetzelfde doen. Ja. Ja, als ik er <laughs> zou werken zou ik waarschijnlijk... Uh, ik zou er ook niet kunnen werken om die reden. Omdat ik niet uh, gemotiveerd zou kunnen zijn om, om dit beleid uh, uit te voeren. Ja, maar als je ja. kijkt naar... Ja. Oké, okay, heb je wel eens op de parkeerplaats te horen gekregen van nou we vinden het geweldig wat je doet. Maar ja, in, in het kader van mijn functie kan ik niet al te enthousiast zijn. Um, nee, niet, niet zo expliciet. Nee, nee. Ik heb wel met oud bestuurders uh, van, van toezichthouders wel uh, gesprekken gehad. En ja goed, die, die, die zitten wel in dezelfde richting. En daar hebben we dan dit soort gesprekken ook mee. En die zeggen, ja goed, hè, maar uh, voor de stabiliteit is het toch juist goed als er meerdere spelers in de markt zijn. Want hè, dan, dan uh, is het minder, uh, uh, zit er minder marktaandeel bij één partij. Waar we het net over hadden, hè. drie partijen, 95% marktaandeel. Als er één omgaat heb je een probleem. Ja, en dan is mijn tegenwerping, ja, als ze allemaal met elkaar verbonden zijn, maakt het eigenlijk niet eens nee, uit hoeveel is... partijen zijn. Want dan is het gewoon één grote keten. Nee, dat is het mooie van zo'n domino-spel. Ik bedoel, kan de uren... Ja, wij kijken, hebben als... toch al met ons boeren verstand doordat het eigenlijk een soort uh, kartel is. Dus we hebben maar drie grote banken en die spreken onderling met elkaar ook de hypotheektarieven af. Dus ja. er valt eigenlijk niet zoveel te kiezen. Het is eigenlijk gewoon één. Uh... Ja, nee, het, het, is, het is één, één klikje bij ja. elkaar. En, en ja, je ziet dan wel wat... Uh, randverschijnselen je ziet dan uh, in, in positieve zin dan je ziet dan bijvoorbeeld een knap zie ontstaan en die uh, die hebben inmiddels hebben ze geloof ik 70.000 uh, klanten uh, dus dat 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 gewoon ja dan die wel. hebben aan wat knoppen ja. moeten draaien voordat de mensen precies en die zijn, zijn nog steeds zijn. niet winstgevend en die vallen nog steeds vallen ze onder een, een bestaande bankvergunning ja. ja dus dus in die zin zie je dat het ook elkaar allemaal in stand houdt en ze zitten allemaal nog steeds in dat ja stukje uh, onderling uitlenen het interbankaire uh, leningencircuit dus die verwevenheid die blijft bestaan ja ondanks uh, ja, laten we zeggen, goede bedoelingen. Maar van We hadden het daar straks over. Uh, dus je moet bijna als bank in het bankenlandschap daaraan meedoen. Of gaat de, de, gaat de depositobank zich daaraan onttrekken? Nou, dat is het punt uh, waar DNB dus nu moeite mee heeft. Die hebben gezegd, nou, jullie willen wel dat betaalstuk doen, jullie willen wel geld aantrekken, daar moet je een bankvergunning voor hebben. Maar als je een bankvergunning hebt, heb je daarmee direct ook de verplichting om krediet uit te zetten. En uh, ja, op het dat je... Zo staat het in de wet. Zo of... staat het in de wet. Dat staat in de wet op het Financieel toezicht. Dat je beide... Uh, functies moet vervullen. En dat, en dat maakt het zo interessant. Dat je daardoor dus niet een partij krijgt die, zoals wij zeggen, dat betalingsverkeerstuk lostrekt. Waardoor je dadelijk die kredietverleners wel kunt laten omvallen als ze verkeerde ja. beslissingen nemen. Zoals een schoenenwinkel die verkeerd inkoopt en uh, niks verkoopt, gewoon failliet kan gaan. Zonder dat dat de hele kalverstraat meetrekt. Maar is er dan wel kans op een bankvergunning? Ja, die is er zeker. Want wij hebben binnen de wet hebben mogelijkheden gezien om uh, ja eigenlijk met bepaalde ontheffingen uh, die ook worden aangeduid in de wet... Uh, ja, uiteindelijk toch tot een gecompileerde uh, vergunning te komen. Een vergunning in combinatie met een aantal ontheffingen die het wel mogelijk maakt om het aan te bieden. En dan zeggen zij, ja goed, maar daar is het niet voor bedoeld. Ze zeggen nee. Maar waar is discretionaire bevoegdheid en ontheffingsmogelijkheid voor bedoeld? Dat is voor innovaties waar de wetgever ja. voorheen nog niet kon uh, uh, voorzien dat het uh, nodig was. Ja. Uh, waar ze uiteindelijk dan de discretionaire bevoegdheid bij de toezichthouder neerlegt om te zeggen, nou, we zien hier een situatie die volgens onze analyse wel mogelijk moet zijn, hè? niet niet het hele ja. systeem in gevaar brengt, redelijk wijs, dan pas je toe. en doe je dat een paar keer en is dat succesvol, dan zal de wetgever daar op een gegeven moment zeggen, oké, okay, nu gaan we daar een standaard vergunningstype voor maken en zo zou dat spel eigenlijk moeten gaan. En DNB ja. heeft nog, zit nog in de fase dat ze moeten gaan doorkrijgen dat zij die rol hebben in dit hele spel en dat ja, zijn want uit... die ja, die krijgen nu een, 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 bijna een, een vuur aan fintech ja. <laughs> startups uh, om hun oren, waar ze allemaal een oordeel over moeten vellen. Ja. Want het gaat nogal hard in uh, de, de fintech wereld. Hoe ja. zie je de positie van de deposito bank daarin? Voor de... uh, nou, in de hele fintech wereld. Je hebt uh, ja, van, van de cryptocurrencies tot, uh, tot uh, de betaal-apps ja. die uh, als paddenstoelen uit de grond schieten. Ja. Is de deposito bank dan niet eigenlijk een stap? terug in de, in de geschiedenis of? Uh, uh, mijn antwoord is nee uiteraard. Maar... Van je geld onder je matras leggen eigenlijk, je noemt hetzelfde de sok, de ja. digitale sok. Nou, ik heb er al vaker discussies over en dan gaat het er vooral over binnen het systeem en buiten het systeem. Mm -hmm. En laten we zeggen de bitcoins, de cryptocurrencies, dat is dan de periferie, dat zit buiten het systeem. En de euro zien we dan als binnen het systeem, het mm -hmm. huidige. Um, wat wij doen is binnen het systeem. Uh, dus we zeggen nou, uh, waarschijnlijk zijn we nog wel een tijdje overgeleverd aan dat hele euro gebeuren. Ik vermoed eerlijk gezegd dat je over tien jaar nog steeds belasting moet betalen in euro's. Dus dan, dan kun je er maar beter ook een goede voorziening uh, voor hebben. Ja, ja. Uh, alles wat er omheen zit is nog in ontwikkeling. De, de cryptocurrency is nog niet uitontwikkeld. Uh, het is nog niet uh, dat men nu al zegt, zoals de mensen die het omarmen, van weg met die euro en alleen maar de cryptocurrency. Ze zien het meer als een complementaire. Nee, maar de ontwikkelingen gaan wel hard. Want alle grote, hard, ja. alle grote klassieke financiële partijen zijn er al met uh, binnenkamers mee bezig. Klopt, klopt. Ja. Zoals Goldman Sachs is al, uh, probeert al patent te krijgen op ja. bepaalde blockchains. Maar ja. toch als je op straat zou vragen hoeveel mensen echt een, een, een bitcoin hebben. En je ziet dat dan ook bijvoorbeeld bij een, een tegenlicht meetup, uh, hoeveel mensen dan echt daadwerkelijk hun hand opsteken als er wordt gevraagd wie heeft er al bitcoins, wie betaalt ermee. Dan is dat nog maar een fractie van de maatschappij die er iets mee doet. Ja, raar is dat, hè? Dat mensen zo'n koudwatervrees hebben. Ja. Wat betreft systeemveranderingen in de financiële wereld. Daar krijgen jullie ook mee te maken. Ja, ja. Maar even nog jouw vraag te beantwoorden. Ja. Um, ik denk eerlijk gezegd dat op het moment dat wij onze deuren zouden openen. en wij zouden de samenwerking aangaan met dat soort partijen. of we zouden daar in ieder geval rekeningen voor faciliteren. dat het de acceptatie kan versnellen. Want als je nu. bitcoins hebt, dan mm -hmm. koop jij die met euro's. Zo kom jij in, laten we zeggen, aan je bitcoins. Um, dat doe jij omdat je het gevoel hebt dat je ermee kunt betalen of dat je op enig moment dat je het weer kunt terugwisselen ja. naar die euro's. En de partijen die het verkopen, die hebben dus rekeningen bij een gewoon een klassieke bank hebben ze staan, waar je risico loopt. Dus als je het systeem ingaat en je hebt het gevoel, oké, okay, ik kan er niet meer uit, ja, dan wil je er eigenlijk zo snel mogelijk uit of je gaat er niet in. Uh, dus daarom die nieuwe kunstjes, die kunnen baat hebben bij het hebben van laten we zeggen veilige havens binnen het euro systeem. En wij zouden die haven bieden. Tenzij ze groot genoeg zijn dat ze een, een paralleleconomie kunnen gaan bedienen. Ja. Dat je bijna niet meer terug hoeft naar de... Ja, dat, dat, dat zou kunnen werken, maar dat is een kwestie van acceptatie. Als er maar ja. voldoende mensen zijn die op een gegeven moment die currency werken, dan wordt hij vanzelf stabieler, eh, wordt die wel zelf groter. En ja goed, ik, ik, ben, daar, ik ben daar ook niet tegen. Ik ja. ben ook niet voor een euro of tegen een uh, bitcoin. Eigenlijk geloof ik het meest goed in Jullie zijn in oprichting en we ja. hebben net geconstateerd dat er een enorme koud watervrees is bij ja. de gewone burger om um, ook maar iets te veranderen. Ja. In de financiële methodiek of systeem. Hoe, ja. hoe gaan jullie dat tackelen? Uh? Ja, de, de, de boodschap laten landen is, is een hele grote uitdaging. Uh, met name ook omdat mensen het probleem niet zien. Die 100.000 euro depositogarantie-dekking die wordt gezien als veilig. En op het moment dat je het ja. gevoel hebt dat je met jou... 23.000 euro spaargeld veilig staat bij de Rabobank of bij de ABN Amro, wat nu grotendeels nog een staatsbank is. Dus je het idee van die gaat toch niet omvallen. En ik krijg daar nog een 1% of een half procent. Waarom zou je dan naar een bank gaan waar je 0% krijgt en die ook niet om kan vallen? Dat, dat, ja, dat zou... terwijl mensen toch al een behoorlijke tikken hebben gehad. Met de, de, de IJslandse bank uh, die om is gevallen. Ja. Waar bepaalde mensen toch meer dan 100.000 hadden staan. DSB, precies hetzelfde. Toen bleek dat er maar tot 100.000 uh, gedekt was. Ja. Dus we, je zou denken dat het bewustzijn al groter was gegroeid. Wij hebben zelf, in, nou ja, als theatermaker heb ik door de bank genomen gemaakt en daarin stelden we aan het begin een aantal vragen aan het publiek over hoe ons geldstelsel werkt. En dan blijkt dat 99% van de mensen zich geen zorgen maakt, want ze weten niet hoe het werkt. Ja. Hoe zou je dat nu in schatten? als je nu laten we zeggen een, een willekeurige zaal hebt? Nog steeds 99%? Of heb je het gevoel dat daar een, een omslag in is geweest? Nee, er is wel een omslag, maar dan is het nu 95%. Ja, maar het, ja. ik denk dat... Uh, uh, voor de, jullie als depositobank dat je eigenlijk de mensen eerst het probleem moet laten. Ja, ja. Nou dat merken we hebben We hebben dan met vanuit het Instituut ons geld is een uh, uh, hele grote stimulans geweest voor ons. Uh, Dit is echt een endorsement geweest voor ons um, plan. Uh, ja. Uiteindelijk voor onze campagne. En daar hebben we dan een mailing uh, op een gegeven moment naar verstuurd naar de mensen die daar op de nieuwsbrieflijst staan. Uh, dan zie je dat van de 7000 mensen die het ontvangen, dat er duizend mensen, bijna duizend mensen uh, het, het initiatief tekenen. En daar zie je dus dat er een ontzettend grote uh, bereidheid is om... Maar dat initiatief... zijn eigenlijk al, dat zijn al sowieso zo, 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 zo potentieel geïnteresseerden, want die hebben zich al verdiept Klot. via het platform ons geld in hoe ons geldsysteem werkt. Klopt. Maar uh, ik, ik vrees dat er nog 95% van de mensen in Nederland het probleem niet zien. Klopt. Ja. Of ja. die zijn allemaal boos op de banken. En nou ja, het interessante is dat mensen die zich erin verdiepen, die komen tot de conclusie dat zo'n depositobank eigenlijk niet zo'n gek idee is. Het is eigenlijk gewoon mm -hmm. de nutsbank waar ook om werd geroepen uh, uh, in het kader van de ABN AMRO, in het kader ja. van uh, SNS. En um, bij die nutsbank zou dan ook nog een stukje hypotheekverstrekking zitten. En daarvan zeggen wij, nou knip die juist los. En beide zijn belangrijk, maar doe ze vooral apart. Um, maar ja, daar... Uh, uh, roepen mensen ook om die niet aangesloten zijn bij ons geld. Die, die zich er niet in verdiepen. Die hebben wel het gevoel, intuïtief voelen ze van, nee, het is helemaal niet verkeerd om zo meer zo'n postbank 2.0 als ja. het ware te hebben. Ja. Um, wij zijn een private partij. We hebben weliswaar geen merk, maar we zijn niet de overheid. En dan zie je dat het toch niet wordt ontvangen als een nieuwe postbank, maar als een, 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 ja, een privaat initiatief. En, en er zijn ook mensen die dan zeggen, nou, ik doe je niet aan mee, want uh, alle bankiers zijn, uh, zijn boeven. En uh, jullie, jullie hebben geen, geen winsthoogmerk, jullie zijn de echte wolf in schaapskleren. En dan zit je dan, laten we zeggen, met, met je spaargeld in een, in een nutsbedrijf, hè, wat je probeert op te zetten. Dus dat is dan soms best wel wrang. Dat je dan denkt van ja, hoe, hoe kunnen mensen nou zo denken? En, en moeten we dan nou echt voor deze mensen die die faciliteit neerzetten? Maar ja, ja. Goed, een, een, iets wat je ziet als een basisrecht is een basisrecht. En ja, al gooi je ze met tomaten naar je dan toch wil je dat graag neerzetten. Maar ja, het belangrijkste is die, die financial literacy. Van Hoe kun je ja. mensen zover krijgen dat ze begrijpen dat op het moment dat je klaagt op een verjaardag over de beloning van bankiers. En jij zit bij diezelfde bank zit je met je spaargeld. Die 80.000 euro waarvan je zegt ik zit toch veilig en ik heb 1%. Dat jij mede verantwoordelijk bent daarvoor. En ja, dat is een stuk. Uh, ik, mag, ja, ik mag het niet roepen het element... maar daar, daar komt het wel op neer. Alleen ja. nu, nu, nu kun je niet anders. Of je het nu neerzet bij de Triodos of bij Rabobank. Het maakt niet uit. Als Triodos aan het einde van de dag te veel spaargeld heeft. Alleen gewoon weer uit en Rabobank. Ja. Dus daar, daar zie je dat heel veel mensen met goede bedoelingen het weghalen en dan bij, bij een duurzame bank neerzetten. Heb ik zelf gedaan. Ik ben er van de Rabo naar de triodos gegaan. Ja. Ja, dat geeft toch wel een iets beter gevoel. Maar... Ja, nou ik zou ook niet zeggen dat het, dat het helemaal uh, niks nee, uitmaakt. Ja, maar ik begrijp, ja. ze werken in hetzelfde systeem. Dus... Uh... Het, het het, het is uiteindelijk lost het niet op systeemniveau het ja. probleem op. Het zorgt voor een stukje gemoedsrust. En, Even het, terug naar de ja. praktijk van het oprichten van de depositobank. Want uh, j, j, jullie hadden een... Je hebt een apart model bedacht voordat je tot echt tot oprichting over kan gaan. Ja. J, 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 jullie noemen de mensen die nu uh, mee willen doen? Oprichters. 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 En Oprichters, wat moet een ja. oprichter doen? Een oprichter is iemand die um, nu in de in, in de campagneperiode zijn machtiging afgeeft, dat als wij 16.000 uh, oprichters vinden, alleen onder die voorwaarden, uh, dat, dat, ze, dat ze ons machtig om 50 euro af te schrijven. En dat is je contributie voor een jaar lang een rekening hebben die uh, uh, jouw veiligheid biedt. Zoals je bij iedere bank gewoon een paar tientjes per jaar betaalt, zo vragen wij vijf tientjes straks en... voor onze dienstverlening. En wij vragen mensen van tevoren al hun machtiging af te geven dat ze... Uh, zo'n rekening zullen kopen bij ons. Oké, maar het wordt nu ja. 16.000 niet gehaald? Is daar een tijd, hebben jullie een tijdstip? Ja, dat is 10 januari. Dus dat, dat is al vrij uh, uh, snel komt dat uh, okay. in zicht. Ja, ja Dus dat is, dat is een campagne die we nu voeren. En het zou kunnen dat, uh, uh, ja, dat je op een gegeven moment je campagne doel niet haalt. Daarmee blijft nog steeds de missie van de stichting overeind staan. Uh, maar goed, zolang je in campagne zit ben je natuurlijk gewoon bezig om het uh, om het naar, naar het punt te trekken dat je voor ogen hebt. En laten we zeggen met de... Uh, uh, televisie aandacht zouden we daar nog een hele grote sprong in kunnen maken. Dus daar zijn we ook druk mee bezig nu om door middel van beeldmateriaal uiteindelijk daar uh, ja, de grote stap te kunnen maken. Oké, okay, want jullie hebben al wel behoorlijk wat publiciteit gehad. Ja. Je bent ja. door veel uh, financiële programma's uh, uitgenodigd Klopt. om je ja. verhaal te vertellen. Ja. Merk je dan ook in, uh, dat er meer belangstelling is? Ja, uh, nou ja, daar, daar komen we dus op het punt dat we wel veel bereik hebben. Um, ja, dus dus partijen als het Financieel Dagblad. Uh, die lezen lees ja, je het niet allopen. Ja, nee. maar, die, ja, ja. de financieel dagblad. Ik had wel mijn abonnement opgezet, maar toen bleek dat ik er nog tot 26 mei 2016 ja? dat ik al betaald had. Dus, oh. dus ja. ik lees hem nog iedere dag. Dat is hoor. mooi. We komen binnenkort in het, het financieel dagblad. Okay. Dus dan, dan nou, is het in ieder geval nog ergens goed voor dat je ja. dat je doorloopt. Maar um, nee, nee, wat, wat we uh, merken is dat er veel aandacht komt. En, en dat door die herhaling dat je sommige doelgroepen gewoon meerdere keren bereikt, dat daar ook een stuk conversie op een gegeven ontstaat. De eerste keer vaak niet. En dan de tweede en derde keer zie je dat dat op een gegeven moment gaat aangroeien. Um, maar ja, dat vooral dat stuk het, het nog niet begrijpen. Het niet zien ja. welk probleem wij oplossen dat daar de uitdaging Ja, dat zit. ligt misschien ook wel een beetje aan de renteverslaving. Hè? Mensen klagen nu van we krijgen geen rente meer op ons spaargeld. En bij een deposit, bij jullie als depositorbanker, krijg je is rente gewoon nul. Ja. Gewoon in principe. Hmm. Uit principe. Ja. Ja, nou en dat vinden de... mensen toch, ja we zijn zo verslaafd geraakt aan het feit dat het spaargeld moet groeien, dat er ja. ieder jaar iets bij moet komen. Ja, en dat, dat is heel moeilijk. Zeker ook omdat er natuurlijk een inflatiedoelstelling is van 2%. Ja. Dus de overheid probeert het geld te ontwaarden. Dus zeggen mensen, ja, ik moet het compenseren. Ik ben nou ja, goed, als je 100.000 euro spaargeld hebt en het is volgend jaar is het dan 98.000. Moet je dan echt dat risico gaan nemen ermee? Of is dat misschien iets uh, ja, waarvan je zegt, ik accepteer het. Uh, juist omdat ik een verschil wil maken in het systeem. Kijk, het lastige is dat deposito hebben we het eerder over gehad. Dat zien we als het grote probleem. Op het moment ja. dat al die banken... Dus daar gaat de depositobank ook niet aan meedoen? Daar gaan we niet aan meedoen. En sterker nog, op het moment dat we bestaan, dan is volgens ons ook het speelveld zodanig uh, divers. dat je zelf kunt kiezen, neem ik wel of geen risico. Uh, dat wij ervoor pleiten dat het deposito moet worden afgebouwd. en uiteindelijk zelfs naar nul moet gaan. Kijk, als ik nu minister van Financiën zou zijn, zou ik niet alle minuut het deposito afschaffen. want dat kan gewoon nu niet. Dan krijg je echt totale chaos op straat. Dan gaan mensen overal hun geld opnemen. Ja. Je zou niet weten wat je ermee moet en dan krijg je echt een, een, een bankrun ja. zo gezegd. Maar ja, op het moment dat je nu zegt, hè, en dan kom je op het punt visie. Mark Rutte zegt van nou, zijn olifanten een olifant die het zicht blokkeert. Zeg meer, nou het is helemaal niet verkeerd om een stip op de horizon te hebben. Omdat je zegt, daar willen we over tien jaar staan. Zoals bijvoorbeeld ook een hypotheekrente aftrekt, hè, die, die bouw je af. We gaan dat depost stellen, gaan we in eerste instantie weer van 100 naar 40.000 terugbrengen. Want dat was mm -hmm. voor de crisis. Was dat de, de limiet. Wouter Bos heeft het toen overnight naar 100.000 omgezet. Laten we dat eerst doen en dan stap voor stap van die 40 naar 0 gaan. Want op het moment dat mensen kunnen kiezen voor, nou ja, wij zijn dan de depositobank, maar misschien zijn er dadelijk nog wel meer van dat, dat soort banken die geen risico nemen, die full reserve banks. En dan kun je zeggen, nou ik ga bij zo'n full reserve bank of ik ga bij zo'n fractional reserve bank. Ik, ik vind prima dat ik geen rente krijg, maar ik heb ook geen risico. Ja. Of ik wil rente en ik neem daar een beetje risico voor. Ja. Die mensen die het laatste kiezen, daarvan kun je niet zeggen, nou mocht het toch fout gaan. Je gaat naar het Dan mocht het nee. toch fout gaan, krijgt u bij, het einde, uh, bij de uitgang krijgt u de fiches weer terug. Nee, het risico moet echt risico zijn. Precies, ja. je moet het ook echt voelen. En, en we hebben een paar waarschuwingen gehad. Ik vond dat Klaas van Egmond dat heel mooi verwoordde, ook tijdens de hoorzitting, waar jij zelf ook mm -hmm. uh, aan hebt bijgedragen. Ja, dat was de hoorzitting van het burgerinitiatief Ons Geld. Ja. Waar wij van ons geld uh, ja, aan de Tweede Kamer een aantal vragen hebben gesteld over het geldstelsel. Ja. En vinden dat de geldcreatie weer in staatshanden zou moeten komen. Ja. Daar bleek trouwens ook dat er ook onder Tweede Kamerleden zelfs, zelfs onder de financiële specialisten, betreurenswaardig weinig kennis is over hoe ons geldstelsel werkt. Dat was toch ook wel weer verbijsterend om te zien. Ja. Ja. Of dat dat heel slim uh, gedaan is door de bankensector, door een, in de afgelopen twee eeuwen, die kende steeds meer onder het tapijt uh, te vegen ja. Ja. en ons zand in de ogen te strooien. Nou ja, enerzijds is het kennis natuurlijk, begrijp je hoe het werkt. En anderzijds kun je nog voorkeuren hebben van, nou, ik, ik wil dat het vanuit de markt wordt gedreven, ik wil dat het vanuit de overheid wordt, wordt georganiseerd. Daar kun je nog brein verschillen in hebben. Maar als je dan ziet in de, bij zo'n hoorzitting, uh, met name ook vanuit bijvoorbeeld uh, DNB en AFM, de bijdragers. En daar vond ik dat Klaas van Egmond heel scherp op zat. Ja. Dat was dan het tweede deel. En, en mensen die dat interessant vinden om te zien, die kunnen dat waarschijnlijk op YouTube ook terugvinden onder iets van burgerinitiatief ons geld. Uh, ja, de volledige hoorzitting is voor het eerst door de Tweede Kamer, uh, dat was echt een unicum, uh, volledig op uh, YouTube gezet. Dus uh, als je inderdaad als je op YouTube gewoon burgerinitiatief ons geld in tikt, dan kom je erbij. Ja. En dan kan je Klaas van Egmond uh, bevlogen aan het werk zien. Ja, maar die maakte heel mooi, maakte die op een gegeven moment ook het, het, het onderscheid uh, uh, tussen partijen die geld creëren en partijen die niet geld creëren. Ja. En ze werd gezegd van, nou, minder hypotheken en als die banken dat op een gegeven moment minder gaan doen. Zij zei volgens mij de heer Polman van AFM. Ja maar goed, dan zien we dat uh, de, de, uh, de pensioenfondsen Wat nu daarin gebeurt. stappen en, en, en daar op een gegeven moment weer dat, dat stukje uh, kredietverlening ja, gaan doen. En daarom zei ik Klaas van Egmond. Ja, maar die creëren geen nieuw geld. Precies. En dat is precies de essentie. Precies, dat ja. is de essentie. Ja. En dat moeten mensen zich gaan realiseren. Ja. Dat dat ook kan. Ja, nou ja goed. Ja. En, en dat is ook, als je kijkt naar de rol die wij zien voor full reserve banks in dit systeem. ...en Wij zeggen ook van, nou goed... Overgaan naar een full reserve banking systeem met alleen maar banken die geen geld mogen creëren. A, dat is een hele lange weg. En B, je weet ook niet zeker of, of, of dat hem is. Hè? Dus je neemt er ja. enig risico mee op het moment dat je die switch maakt. Wij nou, zeggen, we hebben nu een systeem, voeg daar een bepaald type bank aan toe, die full reserve bank. Eh, als blijkt dat op een gegeven moment veel van dat spaargeld die kant op gaat, ja, als, dat maar veel genoeg is, dan, als het maar genoeg is, dan zul je op een gegeven moment zien dat die fractional reserve banks moeite krijgen om de funding aan te trekken, om die leningen te mogen verstrekken. Ja, dus is het voor jullie misschien wel te hopen dat het verschijnsel van de negatieve rente door gaat zetten. Wat we al in Zwitserland zien, wat we in Denemarken al zien, dat boven ja. bepaalde spaartegoeden ja. er negatieve rente geheven wordt. Ja. En dat is natuurlijk helemaal een nachtmerrie voor helemaal de Nederlandse spaarden, dat je ziet ja. dat je duizend euro een jaar later, geen duizend euro, maar 998 euro er nog maar staat op je rekening. Ja. Ja, nou ik ben benieuwd hoor hoe lang het gaat duren voordat uh, banken dat echt gaan doorbreken. Want het is ook een beetje geef het volk brood te spelen. Op het moment dat je niet aan het geld zit, hè, laten zeggen je kunt tot 0% rente gaan. Dat wordt nog geaccepteerd, maar op het moment dat je ook maar net onder die 0 gaat als een ing of of Terwijl een de banken rabo. daar zelf al uh, mee te maken hebben ze moeten al als ze lenen bij de uh, ecb negatieve rente of tenminste nou ja dat als is hun geld stallen kost dat hen geld ja nou ja, dat is voor, voor een deel is dat uh, omdat je hebt er namelijk uh, de, de minimum reserves mm -hmm. uh, dus je hebt je hebt 1%, ja, we hoeven niet te diep erop nee te nee, gaan, nee maar hoor. Je, je hebt je, maar, het, je hebt het, je hebt het minimum uh, ja daar hoef je niet over te betalen als bank en alles wat je excess reserve hebt, dus daarboven ja. hebt, daar moet je wel over betalen. Dus wat je ziet is een beweging dat banken zeggen, nou, ik wil zo min mogelijk reserves ja. hebben. Het is een beetje dat spelletje, ja, het is een beetje een teented woord op dit moment, maar de zwarte pieten vroeger. Je probeerde die zwarte piet. die probeerde... Laten je altijd... Die kant niet op gaan. Nee. <laughs> Maar, maar de, ik begrijp wat je bedoelt. De hete aardappel ja, ja, ja. die je probeert door te schuiven. Ja, ja. Dat, dat is een beetje wat, wat er nu gebeurt. Dus iedere bank probeert eigenlijk met zo min mogelijk reserves zijn operatie te draaien. Dus wij hebben het hier, zijn we begonnen vandaag met het het, het de discussie stellen van die lage reserves, maar eigenlijk is het de ECB die dat met haar rentebeleid afdwingt, ja. want die straft iemand af die te hoge reserves Goed, heeft. Goed, terug naar de depositobank. Ja. Wat doen jullie dan eigenlijk? Stel de, de depositobank is opgericht en ik heb uh, duizend euro bij jullie gebracht. Wat doen jullie daar dan letterlijk mee? Ja, letterlijk uh, stallen wij het bij de centrale bank. Dus dus het komt bij de ECB op onze rekening dus de de te staan. Oké. Okay. De posterbank opent de rekening bij de ECB. Ja. En daar gaat het geld naartoe. Klopt. ja. En daar is het dan ook veilig. Ja. Ja, ik ben even <laughs> aan het denken, ze maar, hoe ik dit niet technisch kan uitleggen. Maar maar we het net over hadden met die reserves en uh, dat bankkrediet, he, die, ja. die, die claims die je eigenlijk hebt. Op het moment dat jij duizend euro bij ons brengt, dan doe je dat door het over te boeken van een andere bankrekening. Ja. Uh, dus laten we zeggen, jouw ING-rekening, jij boekt duizend euro over. Dan geef je de ING de opdracht om duizend euro van die reserves bij de centrale bank van dat van dat ene bakje ja. naar dat andere bakje, namelijk het, het depositobankrekeningetje ja. bij de ECB, om het daarna over te boeken. Wij laten dat zien in jouw app of op de website, hè, waar waar je net ja? waar je inlogt. Verder gebeurt er niks. Dus wij leggen het ook nergens in. Het is waar het is binnengekomen, daar blijft het ook liggen. Dus ja. er gebeurt helemaal niets mee. En en uh, jij hebt dus nog steeds niet duizend euro. Is het dan wel juridisch anders als ik nu mijn uh, als ik uh, duizend euro spaargeld naar de ING breng, ben ik de zeggenschap over die duizend euro kwijt in wezen. Ja. Ik krijg alleen maar een vordering ja. op de ING-bank. Is dat bij de Depositobank dan anders? Nou Be ja, het... Juridisch gezien kun je geen eigenaar worden van het geld. Dat, dat, dat kan überhaupt niet. Dus er, er is geen enkele partij die jou dat kan bieden als, uh, als dienst. Hè, tenzij je geld contant maakt. Uh, maar dit, dit is een beetje de hoek van de juristen. Uh, ja, waar, het okay. op, waar het op neerkomt is wij hebben in ieder geval vastgelegd in onze documentatie, dus in onze overeenkomst. Ik heb het nu over de bank als die dadelijk ontstaat. Daarin zullen wij opnemen dat uh, de relatie tussen ons is dat wij dat geld voor jou bewaren, wij daar niks mee mogen doen, zodat jij het op ieder moment kunt opnemen. Dat is de maximale garantie die, die je kunt bieden. Dus wij hebben onze handen eigenlijk op de rug gebonden en hebben gezegd: wij, wij leggen onszelf die beperking op dat we er niks mee zullen doen. Oké. Okay. Ja. En dat is dan wettelijk uh, bindend, want we hebben dat in een overeenkomst hebben wij dat met elkaar staan. En uh, omdat jullie het stallen bij de ECB hebben jullie dan ook zo'n aparte overeenkomst met de ECB? Nou, apart in de zin uh, van de, afwijkend van hoe andere banken uh, dat met de ECB hebben, dan is het niet apart. Maar uh, wij, wij zullen gewoon een reguliere klant zijn van de ECB. Oké. Okay. Ja, ja. En, en dat is alle veiligheid die je kunt bieden binnen dit systeem. Oké. Okay. Ja. En uh, je hebt de dan, garantie. Uh, de... Wat moeten nou in de komende tijd? Je, je noemde een, een, een deadline van 10 januari al. Ja. 2016, dan moeten de 16.000 oprichters een machtiging hebben gegeven voor 50 euro. Ja. Daar zijn jullie nog lang niet. Zijn er speerpunten, zijn er uh, bepaalde acties op korte termijn uh, in het verschiet? Om dat nog even een boost, boost te geven? Ja, uiteraard. Ja, ik bedoel, behalve dit, uh, behalve, behalve uh, dit heel erg niet. veel bekeken programma natuurlijk, ja. Weltsmerts. Nee, ja, we, we zien dat vanuit de media dat er nu steeds meer aandacht komt. Uh, op de dag dat wij lanceerden. Uh, was het nieuws vol met de aanslagen in Parijs. En, en we ja. waren op dat moment in gesprek met, met, met de redacties van alle talkshows. Dus die vervelende -terroristen, terroristen ook. Ja, ja nee, ja, je <laughs> ziet hoeveel schade ze hebben, hier hebben aangericht. Maar nee, het, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. En het is ook logisch dat daar de aandacht aan wordt gegeven. Maar dan zie je wel dat daarmee uh, je momentum een beetje verdwijnt. Ja. Want we hadden in een paar dagen tijd zaten we al op uh, een kleine 1100 uh, aanmeldingen. En dat was ja. de voorcampagne en dat ging eigenlijk vrij snel. En dan moet je wel doorpakken. Dan moet je wel zeg maar die... die, die Extra aandacht moet je krijgen bij het grote publiek. Je moet meerdere mogelijkheden krijgen om stukjes van je boodschap uit te leggen. Ja. Ja, want zoals wij in het gesprek ook merken, we zijn hier veel mee bezig, maar toch blijft het gewoon moeilijke kost. Zeker ja, dus het... er zou eigenlijk weer een soort DSB moeten omvallen. Er, er zou weer een schokgolfje ja. door de. Nou, dan kan je opzalen. Enerzijds doen we dit om een crisis te voorkomen, maar anderzijds zou de crisis yes. wel de oplossing ja, zijn ja, als zo voor wijken. ons. Uh, ja. 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 Om brandplussers te verkopen, dan zal er toch eerst ergens een enorme brand moeten uitbreken. Voor de mensen het, het nut. Ja. Ja, dus we zijn team. nu bezig met een stuk content. En, en, en je ziet wel dat uh, uh, filmpjes zoals bijvoorbeeld Banking 101 van, van Positive Money. En dat, dat Op dat niveau, een moment dat je heel elementair wordt. En dan zeker als je daar nog een stukje humor aan toevoegt. En dat daar gewoon veel meer publiek voor is dan een, een droge boodschap. En ja. we hebben heel veel succes gehad die eerste week met de droge boodschap. Nou, en die, die groep die begint langzaam op te raken. En nu gaan we eigenlijk op het stuk uh, ja, humor vermaak. Zorgen dat uiteindelijk daardoor meer draagvlak gaat komen voor gewoon dit soort invalidante ja, thema's. Volgens mij is de, 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 de potentiële groep aan uh, belangstellenden is enorm. Alleen is het inderdaad ja. voor jullie je hebt, u, je hebt ze voor je gehad natuurlijk in ik het theater. Ja, absoluut ja. voor me gehad. En het is... F, ja. Ja. De, de foyer's na aflopen waren vol. In, in, nou, ik weet wel zeker, potentiële oprichters van de depositobank. Ja. En het was het leuk ook dat in de hoorzitting van de Tweede Kamer er... Uh, Tweede Kamerleden daadwerkelijk vroegen om deze mogelijkheid. Want hmm. Waarom kunnen we niet in Nederland depositobanken ja. oprichten? Waar mensen de keuze hebben om daar hun geld naartoe te brengen. Klopt, ja. Ik heb ook uh, bij Wouter ben ik op bezoek geweest. Hebben we het hier ook over gehad? Uh, Radio 1 was daar ook bij. En die, die, ja goed, die, die, die brengen daar een mooi verslag af uit. Maar je ziet dat er gewoon heel veel draagvlak is. Ook in Den Haag voor, voor zo'n dienst. En je ziet dat een nieuwe postbank. Uh, dus vanuit de overheid zo'n dienst aanbieden zoals wij dat voor ogen hebben ja. dat er veel minder draagvlak voor is want ja met het oog op, op laten we zeggen de, de, de uh, het eenwoorden van de bankenunie uh, Europa is het gewoon heel moeilijk om nu weer nieuwe staatsbanken in het leven te roepen uiteindelijk moet de markt moet uh, voorzienend gaan worden en dan zie je dat wij ja. nu met een, nou een ja, tent zei je met met z'n allen besluit dat het toch handig is om uh, ja. een staatsbank voor als nutsvoorziening te hebben ja, ja, goed. Maar dan kun je je ook afvragen, als er dan een stichting is die het opzet, in hoeverre is dat heel anders? Ja, dat is in ieder geval geen commerciële opzet. Dus. Nee, nee, en dat is ook ons idee geweest, Van: het moet een bank ja. worden die, die voor iedereen is, maar van niemand. Dat, dat is ja. eigenlijk de gedachte erachter. Ja. Dat is een mooie slogan. Ja. Nou, ik wens je uh, met uh, je, je je medewerkers van de Deposito Bank in oprichting. Ja. Uh, heel erg veel succes. Ik mag nu verklappen dat ik bij een van die uh, 1100 eerste uh, oprichters behoor. Dus ik draag de Deposito Bank enorm warm hart toe. En ik kan alleen maar uh, mensen oproepen, ga eens op de website kijken van de Deposito Bank. Het is gewoon dedepositobank.nl. Uh, zonder de, dus depositobank.nl. Ja. Daar uh, kan je alles nog eens rustig over lezen. En ik wou jou uh, hartelijk danken voor dit uh, bevlogen gesprek. Dankjewel.